Hey, ik ben Jean-Paul en ik ben Certified Trainer en Product Specialist voor Ableton. In deze video wil ik jullie graag de nieuwe features van Live 11.1 laten zien die Ableton kort geleden heeft aangekondigd. En te beginnen met Apple Silicon Support. Dus we hebben nu native support voor Apple Silicon Macs. Ik heb hier ook een M1 Mac en in principe draaide het al prima onder Rosetta. Ook al was dat soort van niet helemaal officieel supported. Het werkt in principe prima, maar nu werkt alles nog net even iets beter. We kunnen meer effecten toevoegen, meer plugins, grotere projecten draaien, zonder dat we eerder tegen dat plafond aankomen. Omdat er hoeft niet meer in real-time een emulatie gedraaid te worden voor op Intel gebaseerde installer. Cool, tweede puntje wat ik graag wil laten zien, dat zit hier in de interface. Ik pak even een drumloopje. En die sleep ik op mijn kanaal. En dan ziet het er hier linksonder in de clip-eigenschappen ziet het er net iets anders uit. Ik heb hier nog steeds de loop-instellingen en de lengte van de clip. Ik heb hier de follow actions. En ik heb hier de warp-instellingen en de automatisering en modulatie. Wat is daar dan verder anders aan? Ik heb hier bovenaan ook de sample rate en de bitrate en de hoeveelheid kanalen die dit sampletje bevat heb ik hier staan. En ik kan hierboven ook op het pad van de file drukken. Dus als ik hier nu klik, dan verspringt hij dus. Of als ik ergens anders even heen ga en ik klik er hierop, dan verspringt hij dus altijd weer in de browser naar waar die file precies geplaatst is op in een folder. Dus dat is erg fijn, dat is nieuw. En ook inderdaad die sample rate, dat stond voorheen inderdaad hier alleen in die onderste bar. En volgens mij als ik hier nu overheen beweeg met mijn muis, dan zien we het daar nog steeds staan in die onderste bar. Maar als dat pad heel erg lang was, dan kon je soms niet lezen wat nou precies de sample rate of de bitrate was. En nu staat het dus altijd hier. Het heeft zijn eigen plekje gekregen. Verder hebben we ook nog iets leuks. Namelijk dat als we dit nu uitklappen naar boven, dan hebben we in één keer dat... het verandert nu in één keer hoe het eruit ziet. En ik heb dus hier aparte paneeltjes die ik in en uit kan klappen. En uiteindelijk is het voor de rest dus niks anders. Ik heb nu hier ook nog een soort van dedicated stukje nu voor de sample rate en de bitrate en de naam van de file. En daar kan ik weer op klikken. Maar dat is afhankelijk van hoe hoog dit gedeelte is. En dat is met name fijn in de MIDI editor. Want als ik hier even een MIDI clip maak en ik doe dan hetzelfde, dan hebben we in één keer een stuk meer ruimte om noten in te tekenen of te editen. En dat is met name fijn, want als we even kijken naar Live 10, die ik hier ook heb, dan zien we hier de oude methode. En dan zie je dus dat als ik dit uitrekte, dan hadden we hier een enorm vlak waar eigenlijk niks mee gedaan kon worden. Dat was verspeelde ruimte op het scherm. En daarom is het dus nu anders ingedeeld in een verticaal stuk met paneeltjes die we ook afzonderlijk in en uit kunnen klappen. In de browser hebben we daar ook een nieuwe feature bij gekregen. We kunnen naar bestaande projecten navigeren. Dus als ik even naar mijn mapje Work in Progress ga hier, dan heb ik hier een project en die kunnen we uitklappen. En dan kunnen we het projectbestand, het ALS-bestand, kunnen we uitklappen. Dan hebben we een groepskanaal, dat kunnen we uitklappen. Dat kon allemaal al. Maar nu komt het, we zijn bij een kanaal aangekomen. En voorheen kon je eigenlijk alleen een kanaal vanaf nu zo in je project slepen van een ander project dus. Maar nu kunnen we ook het kanaal zelf nog uitklappen en kunnen we kiezen of we alleen de devices die op dat kanaal stonden of alleen de clips die op dat kanaal stonden in dit project willen slepen. En belangrijk om te weten is dat als we nu alleen de devices hierin slepen, dat de automatisering die in dat oorspronkelijke project zaten, dat niet meegaat. Daarvoor moeten we dus nog steeds het hele kanaal in zijn geheel in dit project importeren. Dan wordt ook alle automatiseringsinformatie wordt ook meegeladen. Maar met alleen de devices is dat dus niet zo. Verder zijn er wat dingen aangepast aan de CPU-meter. Voorheen stond die standaard op current, dus de waarde die we aflazen hier zo, dat percentage, dat was de current waarde. En dat was nieuw geïntroduceerd met Live 11. Alleen, die springt soms een beetje hard heen en weer en dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar het kan soms wel afleiden. En daarom kunnen we dus nu ook eigenlijk in zijn geheel die hele CPU-meter kunnen we uitzetten. Dus als ik hier op de bovenste optie druk, dan komen er gewoon streepjes te staan. De audio engine werkt nog steeds, maar we zien nu niet meer de huidige waarde van de CPU-indicator. Dus kunnen we nu met meer peace of mind kunnen we nu muziek maken.
Dus dat is in ieder geval fijn. We kunnen hem ook weer aanzetten. En we kunnen dus ook zeggen of we bijvoorbeeld alleen maar de average willen zien hier. Zoals het vroeger eigenlijk ook was met Live 10. Of dat we alleen de current of allebei tegelijk kunnen zien. Hey, vind je deze video's nou echt heel erg tof? Subscribe dan even. Dan komen er nog veel meer Nederlandstalige video's namelijk. Dankjewel. Dan als laatste wil ik het nog hebben over de nieuwe devices die met Live 11.1 zijn meegekomen. En ik begin bij de minst interessante. Ik bewaar echt het allerbeste voor het allerlaatste. We hebben de Align Delay. En dit is een heel handig apparaatje en eigenlijk een soort rekenmachientje. Want hiermee kunnen we bepaalde vertragingen berekenen. Nou, deze is heel straightforward. We kunnen een delay van een aantal milliseconden instellen op dit kanaal. Dat is op zich niet heel speciaal. Wat wel wat speciaal is, is dat we het ook aan de hand van een hoeveelheid samples kunnen doen. Sommige apparatuur, studioapparatuur, werkt aan de hand van samples of videoapparatuur. Dus om dat synchroon te krijgen, kunnen we nu heel makkelijk een aantal samples hier invoeren. En dan wordt dus dat omgerekend naar een aantal milliseconden. En de laatste, die best wel cool is, is dat we nu ook afstanden in de echte ruimte kunnen instellen. Dus bijvoorbeeld voor live shows kan het soms voorkomen dat je twee rijen speakers hebt staan. Eentje op 50 meter afstand en eentje op 20 meter afstand. En uiteindelijk wil je dat het geluid tegelijk bij je oren terechtkomt. Dus dan kunnen we aangeven hoeveel meter die speakers van ons verwijderd zijn. En aan de hand van de temperatuur kan dan berekend worden hoeveel vertraging er dan op dat kanaal geplaatst moet worden. Dan de tweede, wat ik wil laten zien, is even voor wavetable. We hebben namelijk, een te gekke zin natuurlijk, wavetable. En daar is nu een nieuwe modus voor geïntroduceerd en dat is de high quality mode. En die kunnen dus, daar hebben we toegang toe door het rechtermuis op de balk te klikken en dan high quality kunnen we hier aanzetten. Standaard staat hij dus uit bij deze preset. Dus als we hem uit instruments slepen, dan staat hij standaard uit. En bij de presets van Live 11.0, dus alle presets die met Live 11 meekwamen, staat hij nog steeds standaard aan om ervoor te zorgen dat niet al die presets nu iets anders gaan klinken. Ook al zullen die verschillen maar heel klein zijn. Want wat is het fijne hiervan dus? Die high quality mode, als die uitstaat, dan scheelt het ongeveer 25% aan CPU per wavetable. Dus dat is best wel aanzienlijk. En het fijne daarvan is dat we dus voor live performances kunnen we dus een modus kiezen die iets minder zwaar voor je computer is. Zodat je toch met veel wavetables kunt werken in een live setting. Zonder dat je meteen je CPU bottleneckt. En daarbij heb je dus natuurlijk ook de keuze om als je in de studio werkt, dat je wel voor de hoogst mogelijke kwaliteit kunt gaan. Wil je nou dat hij gewoon standaard altijd aan of altijd uit is? We kunnen natuurlijk, hij staat nu aan, kunnen we altijd zeggen save as default preset. En dan kan ik hier zeggen yes, override it. En iedere keer als ik dan nu de wavetable inlaat en ik kijk hier weer, dan zie ik dat high quality nog steeds aanstaat. Het volgende effect wat ik wil laten zien is de MIDI shaper. Die vinden we bij de MIDI effecten. En hebben we hier MIDI shaper. En je ziet hier ook al, die icoontjes die verschillen een heel klein beetje. Dat zit er maar in dat dit een Max for Live device is. En die andere zijn Live Native devices. En het coole hiervan is dat deze net iets anders is dan de audio shaper die we hier hebben bij audio effecten. Want dit is eigenlijk een vorm die heel de tijd wordt herhaald. In dit geval elke kwart. En die kunnen we dan toewijzen aan een knop op je beeldscherm. Dus krijg je nu dat elke kwart, krijg je nu dat ik deze fader, die heb ik nu juist toegewezen, automatisch dichtgaat aan de hand van die curve. Nou, ik kan precies hetzelfde nu doen met de MIDI shaper, maar je raadt het al, nu kan ik dat doen aan de hand van binnenkomende MIDI noten. Dus ik kan deze map knop kan ik weer indrukken en ik ga dan deze volume fader ga ik moduleren. En als ik nu even een noot speel met mijn computer keyboard, dan zie je dus in één keer dat ik daarmee dus die fader nu open en dicht kan laten gaan. Ja, en dat is wel heel erg vet. Dat maakt weer net wat meer dingen mogelijk. Zeker voor live performances is dit ontzettend handig. De laatste die ik graag wil laten zien is de shifter. En voorheen hadden we de frequency shifter. En die heb ik hier nog steeds. Dan gaan we even hierheen naar mijn device chain. Dit was de frequency shifter. Deze had een LFO, een frequency shifter modus en een ring modulator modus. En goed, nog wat extra functies daarvoor. Voor de ring modulator hadden we een drive, dus een distortion zat erin. Maar op zich een vrij basic effect. Hij gaat ook al heel lang mee en nu is hij dus vernieuwd. Hij is dus niet meer frequency shifter, maar nu heet hij shifter. Dus we hebben nu een extra modus erbij gekregen. We hebben hier al die frequency modulation, ring modulation, maar we hebben nu ook pitch
modulation. En nog steeds in de ring modulation mode kunnen we de drive gebruiken. Bij die andere is dat niet het geval. Cool, dus we hebben een hele nieuwe interface hebben we erbij gekregen. En we hebben dus pitch modulation. En dat is gaaf, want stel nou dat ik de pitch in real time van het geluid wat binnenkomt aan wil passen. Ik kan natuurlijk wel met bestaande samples, kon ik natuurlijk altijd al hier in de clip eigenschappen, kon ik al met pitch, kan ik deze aanpassen. Maar ik kon dat nooit in real time doen, in ieder geval niet met een effect van Ableton Live. Nu kan het dus wel aan de hand van de shifter. Dus we zetten hem dan op de pitch modus. En nou, laat ik mijn stem bijvoorbeeld eens even binnenkomen. Dan moet ik even wel het volume weer aan. En goed, dan horen we nu mijzelf. En dan kan ik hier nu de chorus. Dan kan ik mijn eigen stem dus omhoog of omlaag pitchen. Stel dat iemand dan aan het zingen is, dan kun je dus heel mooi en makkelijk dubbelingen toevoegen die een aantal tonen hoger zijn bijvoorbeeld. Cool. Dus dat kan nu allemaal in real time. Kunnen we sounds dus transponeren op die manier. Pitch shiften, moet ik eigenlijk zeggen. Maar laten we nu eens met een bestaande sample dat doen. Dus ik heb hier een techno loop. En ik kan hem hoog pitchen. We kunnen de wide aanzetten en als we hem een beetje fine-tunen, dan wordt dat links en rechts iets anders gestemd. En we hebben nu een LFO, die hadden we natuurlijk al, maar we hebben daar nu een mooie interface voor. Nou goed, de LFO die kennen we. Ik zet deze weer even uit. We hebben ook een envelope follower. Dat is nieuw, dat is dit gedeelte. En daarmee kunnen we die aan de hand van het binnenkomende volume de pitch aan laten passen. Dus we kunnen hier een amount invoeren, dus laten we zeggen 5 semitonen. Dus aan de hand van het volume, de kicks die zijn natuurlijk het hardste. Daar gaat de pitch omhoog en daarna gaat hij weer omlaag aan de hand dus van het volume. En hoe snel hij dat doet, kan ik bepalen met attack en release. Cool. Dan hebben we nog een delay, hebben we er ook nog bij gekregen. Kunnen we dus ook laten feedbacken. There you go. Dus dat is de nieuwe shifter. Goed, dat waren dan de belangrijkste nieuwe features van Live 11.1. Wil je nog meer weten over al die nieuwe features? Je kunt het altijd checken op de website van Ableton. Als je even googelt naar Live 11 Release Notes of Live 11 Beta Release Notes. Want momenteel is Live 11.1 in beta. Dus over een paar weken dan wordt die publiekelijk gereleased. En dan zal iedereen daar een auto-update voor krijgen. Dus daar kun je dat allemaal nog opzoeken. Vind je nou heel erg tof? Nederlands gesproken video's over Ableton Live. Subscribe, dan zie je ons vanzelf vaker langskomen. Goed, heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!